Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Scarlet and Violet Surprise Cage Lock met Nanowing. Lekkering. Heel lekkering. Het is eindelijk tijd voor de gym. Ja, en zekering. Waarschijnlijk een cage match erachteraan als ik niet al mijn Pokémon verlies. Want ik ben deze keer het minst zeker sinds gym 1, denk ik. Dus dat is spannend. Ja, dat is wel begrijpbaar ook. Het is een beetje een lastig team, want je hebt geen ground type. Ja, je hebt wel Quagsire uiteraard. Ja. Maar... ja, ik heb gewoon geen lekkere Pokémon om die gym te doen. Mm-hmm. En dat is teleurstelling. Teleurstelling indeed. Nou, Iono. Leave Brittany alone, please. Zeg dat wel eens. Haar tanden zijn fucking eng. Mag ik dat zeggen? Lekker scherp. Zijn haaientanden. Oh, what the fuck stuurt Sandring nou weer in? What the fuck stuurt Sandring nou weer in? Dicklet, Biglet, Siglet, Ficklet, Giglet, Iklet, Jiglet, Biglet, Dicklet, Twiglet, Wiglet, and I said the real Wiglet. Perfection. Die is wel leuk. Nando zegt, haha. Inderdaad, ding. Ik vond het ready wel grappig. Ready to do my best. No nonsense. Ciao, hey. Bonjour. Hello, hello, hola. Yes, Iono, let's do this. Vechting. Vechting tegen Iono. En ze beweegt als fourth een... round. Loser boy. Hoe ze beweegt, dat vind ik best wel passen bij Wattrol. Wel ja. Zo spacend. Electro King gave 5000 pokedollars. Yeah. Wat? Dat heb ik niet gezien. Yes. Showtime. I like a walking. We will. Hoppatee. Belly bolt. Nee, kut. Ik drukte te ver. Wat doe je nu? Slam? Nee, ik mis de slam. Werd ik flinch? Natuurlijk! Maar goed, wij hebben meer geld. Lankery. Even kijken. Ik denk dat ik Belly Bolt wel moet uitschakelen gelijk. Oh, kut, het overleeft. Doe Hydro Pump! Het heeft Water Gun. Oh, dat doet echt helemaal niks. Tegen mij? Ja. Yeah. Nou zeg, Milo. Nee, ik ben, zo bedoelde ik het niet. Ik bedoel, het doet gewoon helemaal niks. Het doet Water Gun en het doet gewoon helemaal niks. Je zegt, doe Hydro Pump. Ja, oké. Okay. What the frick. Stomping Tantrum, dat is een fucking goede move. Yeah. Kijk, 75. Maar goed, Bulldoze die verlaagt de speed. En mijn speed is al niet zo fantastisch. Ik denk wel dat ik hem skip. En Bulldoze is in dit geval is wel wat beter. Nu hebben we Luxio. Ik doe één keer Bulldoze. Hopelijk overleeft hij. Ik heb waterabsorb. Ah, oh. Wat een loser is die Belly Bolt. Die Belly Bolt heeft sowieso een PlayStation 5. Godverdomme. even kijken, want die Miss Maggie is zo irritant. Uh,
kijken. Hex tegen normal type kan niet. En dan heeft hij nog charge beam. Ja, ik denk wel dat ik het beste met Donphan erin kan blijven. Dan kan hij in ieder geval niet sterker worden. Het is alleen jammer dat ik geen rollout kon... Oh fuck, doe ik alsnog bulldoos. Nee. No way. Nou ja, jij hebt ook één move gemisklikt. Dus dan hebben we allebei in ieder geval een move gemisklikt. Confusere, maat. Leave Britney alone. Ja, zeg dat Wally. Kom op, Bob. Kom op, Bob. Lekker, Bob. Hoppatee. Kom op, Bob. You can do it, Bob. Lekkering, Bob. Oh, niet lekkering, Bob. Bijna lekkering. Doet Hex. Oeh. Ah, oh, nice. Kom op, Bob. You can do this, Bob. Bob. Hier, wat een... Ik vind het zo onzin. Maar goed. Je bent wel kom uit op, of confusion. Dat is de waarde punch. Zo. Oh, kijk even hoeveel superpoosjes ik heb. Wat? Easy winning. Nou, het ding kan alleen maar Hex doen. Het doet wel veel damage, zeg. Lekker, die was echt vol in de mic. Dat was een niet-boer. Dat was een niet-boer. Lekker. Ik denk dat ik gewoon de hele tijd ga healen en dan als ik uit confusion ben, dat ik hem gewoon kan weer kan hitten. Ik ga gewoon lekker traag die battle winnen, Milaning. Lekkering. Lekkering. Hop, trailblaze. Kijk, op het thee. Oeh, hij critte mij. Oeh, oké. Okay. Nee, ik moet zeker... Hij is dood. Lekkering. Easy winning! Nou ja. Nah. Easy wil ik niet zeggen, maar ik heb wel een winning. Easy is wat anders, maar... Oké. Oeh, acrobatics. En ik kan toch geen health item, dus... Dat is wel een goede move. Dan gebruik ik het dan niet. Lekkering. Nou, Bob is een blije jongen. Zeg dat Welling. Nou, ik ben klaar met deze battle. Ik ga gewoon een full restore gebruiken. Dan ben ik gelijk niet meer geconfused. Pop ding. En dan trailblaze en dan is het klaar. You're both so strong. Iono was helemaal niet strong. Why do you lying? Why the fuck you lying? Stop fucking lying. Oké. Okay. Mij is het ook gelukt. Yay. Flamethrowing. Lekker. You throwing with flames? Ik ga wel met vlammen gooien hoor. Hoppatee. Ze is geconfused. 10.000 volt thunderbolt. Oh nee, wacht. Tel million volt thunderbolt.
Lickering. Wauw. Och, de champion moet zich er ook weer mee bemoeien. Uiteraard. Dan heb je al zoveel dialoog en dan krijg je nog meer dialoog. De gamer wist even niet wat hij moest doen. Hoppatee. Ik zie een jolty awning. Yes. Op de grond liggen. Op de grond liggen. Dan is het dus weer tijd, Nanowing. Voor het matching in een kooi. Oh jee. Nou, nu wordt het lastig. Yay, we did it. And cue de muziek voor we did it. Yes, we did it. Het lukte. Wat doen ze in de Engelse versie? Yes, we did it. We did it. Serieus? Ze doen niet... In het Engels doen ze... Spaans? Ah. Español. Het lukte. Español. 500 uur later. Ja. Denk gelijk pokerportal opening. Met alvast weer wat stappen aan het zetten met dat ding. Ja, ik was heel even afgeleid, sorry. Oké, we zijn nog geconnecting, dus dat betekent dat we meteen naar de link battling gaan. Let's go. Als je internet nog aanstaan. Ja. Ik zal jou scherm even naar beneden doen, zodat ik jou niet kan zien. En Lekkering mag natuurlijk weer de regelings bepalen. It's up to you, Ing. Oké, de tweede. Zoals altijd. Selecting, het zelf staat zelfs op het scherm. Selecting. Selecting. Dat is ook een Ing-woord. Zeker. Preparations completely. Yes. Oké. Even kijken, want jouw team is nu weer iets anders. Ik ben heel erg benieuwd wie jij kiest. Ik ook wel. Ik denk dat ik voor deze ga. Dit keer. Ik heb ook wel redelijk... Oh, ik moet nog op dom drukken, sorry. Ja, maakt niet uit. Ik heb ook wel een redelijk gemixte team. Jij ook eigenlijk. Jawel, daar ging ik ook wel voor. Ja. Kom op. May the type gods be with me, please. Let's see how it goes. It does what it do. It does what it do. Daar gaan we dan. Oké, the type gods are with me. Oké. Zo. Oh ja, rocket. Nou, dit is wel een grote kans dat je deze hebt hoor. Dat zou lekkering zijn. Ik denk niet dat ik op tijd bouw. Dus, weet je wel waarom het extra lekkering is? Omdat ik de vorige match heb gewonnen met deze. Yeah. Wauw. Nou ja, dat kan ik ook over je... Hoe heet het zeggen? Goldfish. Ja, nou ja, Dolphin heeft zijn ding gedaan in ieder geval. Gefeliciteerd. Dankjewel. Gefeliciteerding. Ik ga voor een revive. Slim. En het is niet per se dat ik denk dat Jumpluff mijn laatste team gaat bereiken. Maar aan TM's heb ik niet zoveel, want zijn moves zijn al best wel goed. Mm-hmm. En health items ook niet, want ik heb acrobatics en dan wil ik helemaal geen health item. Snap ik. Nee. Nee, begrijpbaar. Oké. Nou, dan...
Het was Pokémon leuk vangen. Ja, ja. Pokémon vangen en weer surprise trade. Maar echt. Oké, ik ben blij dat ik er weer een keer één gewonnen heb. Ja, dan... Wat dat betreft is het gewoon 2-2. Alleen... Nee, 3-2. Nee, wacht. Het stond net 4-1. Ja. En je hebt 1 punt gekregen omdat ik doodging. Ja. Ja, dan staat het in principe in cage matches 3-2. Ja, dan heb jij al 3 cage matches gewonnen. Mhm. Kutzo. Nee. Ik heb er 2 gewonnen. Ja, joh. Nou, ik verwachtte dat je Bob zou kiezen. Ja, verwachtte jij Bob? Ja, of Azumarill eventueel. Nou ja, met Azumarill had ik toch wel Bubble Beam kunnen doen op jouw Donphan. Ja, dat is waar. En Donphan is ook niet zo'n snelle Pokémon, dus ik ben eigenlijk was bijna sowieso wel als eerst. Mm-hmm. Kan ik in deze game een Pokéball gooien als hij... Nee, dat is wie kut zeg. Gewoon als je in de overworld bent. Ja. Nee. Ik bedoel een Nee, niet als je in de overworld bent. Oh, wacht, ik ben flying. Oh, dat valt. Of ik ben fighting. Nee, op het moment. Hij deed bounce, dus hij sprong omhoog. Oh. En in de oudere games kan je dan wel gewoon pokeballs gooien, zeg maar. Mhm. Nee, in deze volgens mij niet. Nee. Dat weet ik wel zeker. Dat heb je net bewezen. Leave me alone, thank you. Meryl. Lakery. Oké. Dan gaan we kijken wat we uit de surprise krijgen. Heb je nu al 3 Pokémon, hè? Ja, ik moest er maar 2 vangen. Maar ik heb er nog geen 1. Doe Dolphin, denk ik, als laatste. Oké, en nu zitten we dan op limiet van level 35. Ja. Lekkering. Zeker lekkering. Maar alhoewel, we kregen heel vaak trash, dus... Mm. Nu moeten we trash ook nog eens accepteren. Wee! Nou, mijn Meryl gaat naar Alex. Ik ben echt van de Critical Captures. En we zijn nog niet eens heel ver in de game. Oh, Venonat. Die wou jij graag. Die wou ik zo graag, Milan. Mm. Dat wil je niet weten. Oh, ik ben zo blij dat ik nu Venonat heb. Dat snap ik wel. Ja. En die heb je pas net. Ja, Venonat. Precies. Venonat. Weer een critical capture. Wat? Heb ik de catching charm? Misschien wel. Heb jij zo'n cheating device gebruikt? Je lijkt er wel op. Ja. Hoppatee. Goed. Even kijken. Dan leek het me handig om de dark Had nog een Pokémon op de swapping. Huh? Oh ja, er ging 1 Pokémon dood natuurlijk. Mijn Corv Squire ging door een NPC door de Sangoose. Setting. Forgetting. Oké. Surprise trade Sunday. Kijk, Mutt stil. Ik hoop dat hij level 40 is. Dan kan ik hem weer terug. 1 level. Oh. Ladering, mutstilling. Oh, het had er moeite mee. Ik wil eigenlijk wel een grass Pokémon. En dan geen Paris. Dat zou verschrikkelijk zijn. Maar doe even een goede Pokémon in. Ik weet wel een grass Pokémon waar jij blij van zou worden. Shroomish. Ja, dat zou ik wel. Ah, fuck you. Fuck you. Oh, wacht. Ik kan gewoon met jou meekijken trouwens. Godverdomme. nee. Man. Milaning heeft een Morgrem. Ik weet niet of ik hem mag gebruiken, maar ik heb hem wel gevangen. Gekregen.
Ik word zo erg genaaid. Dat wil je niet weten. Oh, precies level 35. Maar dan kan ik hem dus geen enkele level trainen. Dat is kut. Dat is zeker kut. Nou, dan gaat mijn hele vette goede Dolphin die me echt heel veel dingen heeft laten winnen. Bro, laat me met rust hier. Ja, echt hè. Wat een kut, Tauros. Ja, en het vervelende is, omdat die ability Intimidate is, activeert Competitive ook nog eens van mij. Moet ik nog, en ik kan niet wegrennen. En hij dood je nu. Oh, nee. Nee, ik ben normal fairy, dus het is neutraal. Nou, en omdat je die opmerking maakt, doe ik gewoon Disarming Voice en dan win ik. Hé, hey, een Wattrol. Tegen een Wattrol. Wow. Maar deze, ik wil best wel een Wattrol. Ik ben niet vies van Wattrol. Oh, zeker goed. Wattrol, dat is waarschijnlijk de Franse naam of zo van Wattrol. Dat zou best wel eens kunnen. De Duitse naam. Oh, ik mag hem wel gebruiken. Jarman. Lekkering. Lekkering is vooral goed voor de volgende gym. Oh ja, Watering. Yeah. Maar we gingen eerst een of andere star gebeuren doen, toch? Ja, ja, de Dark. Dat zit naast de Water Gym. Ah, fuck me, bro. Oh, hij doet het. Nee, dat had ik net ook. Oké, ik wil wel zeggen. Eerste ronde. Oh, Dolphin, nee! Oeh, Fue Coco? Nee, niet Smeargle. Nee. I do not be liking this one. Fue Coco is wel heel goed. Zeker. Zie! Ik ben zeker blij met mijn Pokémonen die ik heb gekregen. Oh, thank god. Oh. Echt met dat ding hoor. You don't like ding, the Smeargling? Nee, voor challenge dingetjes zoals dit is Smeargle echt trash. Kijk, als je Smeargle ook Lee gaat doen, oké, maar dan heb je geen keuze, maar... Terwijl de keuze... Is Rosa. Is Rosa. Nou, ik heb het weer dat hij zal een... Ah nee, never mind. Deze ging nog wel redelijk snel. Die is sowieso fake. Was het een schijnende? Ja, kijk maar. Oh ja, en Montfort.net. Ik denk het wel. Oh, ik wil. Ik heb nu wel in mijn deck zo'n shiny Gibble staan. Gibble, Gibble, Gibble. Gibble, Gibble, Gibble. Als hij level 100 is, hè? Ah, oh, nee. Swords Dance, Earthquake, Outrage, Firefang. Terra Steel type. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Later. Oh, allemaal rode colies. Ducks ball. Oh. Een X-Actuary. Ja. Oh, en een Gimmickle. Een Yimmigool coin. En een Roly-Coly-Coly-Coly-Coly. Een Roly-Coly-Coly. Coly, gently down the stream. Merrily, merrily, merrily. Merrily, 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 merrily. Celestial. Nou ja, die zou nog eventueel kunnen, denk ik. Wel een leuke typing. Dat is wel, alleen patsboom en dat ding is weg. En we like that. Ja. Waarheid. Snicker? Rapé. Maar echt. Kijk, als het een mail cell in dit was, dan was ik niet blij geweest. Maar hier kan ik nog wel op. Ja, level 40. Level 40 ging. Helaas ging. Goodbye. En hij is alweer binnen. Du-du-du-du-du-du. Ik zou wel zo'n Bulbasaur willen.
Of een Elekid is ook wel vet. Ik wou die plek is niet Elekid. Zeg alsjeblieft dat dit gewoon een gevangene is van level 59. Ja, gevangene. Level 59, please. Want dan zijn we er ook weer gelijk vanaf. Zie! Ik wou naar de special place toe waar jij al die pokeballen vond. Oh, dat zit rechts bovenin. Ja, ik was iets te ver naar het watering. Toen viel ik in het watering. Setting. Zo, een gaapje hoort er ook bij. Een gaapje hoort er zeker in bij. Yes. Rote tote 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 tote. Yo, Milan. Milaning. Oeh, die wil je wel. Oeh, ja. Ja, die vind ik wel vet. Nee, leave Milaning alone. Leave me alone. Charcadet. Kijken, want ik kan de Ghost versie krijgen. Dat is over het algemeen wel de beste. Nou, en het is hem ook gewoon. Oké. That's pretty good. Very good, very nice. Very good, very nice. Even het internet weer uitknallen. Zo. Meep, 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 meep. You disconnected. Even kijken of ik iets ga aanpassen in mijn team. Ja, ik neem Venonet mee. Bluff. Bluff. Nou, nee. Kijk, ik moet tegen Dark-type. Alleen, ik heb heel veel Ghost-types. Of iets wat Ghost-type wordt. Kijken. Ja, ik zou Cyclosar wel willen vervangen, maar ik heb gewoon geen goede vervanging ervoor. Ook niet voor de volgende gym. Dat wordt al helemaal een ramp. Hyper Potion. Ik denk dat we gewoon wat candy gebruiken op de... Great Ball. And you know what they say. Great Ball. Ja, yeah, Sandring likes Great Balls. He loves Great Balls. Ja, yeah, inderdaad. He loves Great Balls. Can confirm. Kijk, een waterpuls. Fennoshock. Zekering. Dawnstone. Rare Bone. Pokédoll. Energy Root. Pokédoll. Weet je wat ik zie? Ovalstone. Nou. Geld. Dat is heel veel geld. Rare Bone. Firestone. Dat is van dat liedje. Dat is van de Stones. Dat is van Kaigo, is dat? Ja. Ja. Lickery. Stardust. Dusty Ox. Dusty Ox? Dat was het broertje van Rusty Ox. Ja. Zullen wij de aflevering zo beëindigen? Ja hoor. Ik sta al eigenlijk klaar voor de Team Star gebeuren, dus... Wajo, nu al in! Oké, okay, ja, ik was de volgende aflevering. Ja, zekering. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Voor dit nou een leuke aflevering doen, duimpje omhoog. En dan zien jullie graag de volgende keer weer. Adios, amigos.